enthousiaste fans in het dorpshuis in het Friese Koude. Daar treedt een van de populairste bands van dit moment op. Roberto Giacchetti en de Scooters. Anneke Kappe sprak met de band en hun fans. Jij lijkt me nou typisch een echte fan van Roberto Giacchetti en de Scooters. Ja, gelukkig. Ja, echt. En je hebt zeker een foto van ze boven je bed hangen. Jawel. Ja, wel drie. En heb je ze wel eens een brief geschreven? Nee, dat nooit. Nee. Ik heb het adres niet, dus ik weet niet. Zou je het anders doen? Jawel, denk ik wel. Hey, hebben jullie ze wel eens een brief geschreven? Nee. Ik weet het adres niet. Anders zou je het doen? Ja, natuurlijk. Ja, wat zou je er dan in schrijven? Nou, lekker stuk zelf. Hey, Jeroen, dit briefje is voor jou? Ja, dit is dus een brief van 25 meter. 25 meter? Ja, dit is dus behoorlijk eend, zoals je kunt zien. Hey, is dit de langste fanmailbrief die je ooit hebt gehad? Tot nu toe wel, denk ik. Dit is wel het langste. Krijg je veel post? Een heleboel, want ik ben het jaren geweest. Dus toen heb ik een heleboel kaarten gehad. Maar hoeveel ongeveer? Wat voor hoeveelheden gaat het over? Nou, ik denk deze decembermaand dat we rond de 500. Erik, in een van de brieven van die meisjes las ik dat jij volmaakt bent. Dat ik volmaakt ben? Oh. Wat schrijf je zo'n meisje terug? Dat ik mezelf niet zo volmaakt ben, dat ik ook vol met fouten zit. Als je die brieven leest, dan lijken wij wel een soort goden, maar dat is absoluut niet zo. Erik, een van de meisjes schreef, als jij me niet terugschrijft, Erik, gebeurt er iets heel ergs. Voel je daar ook verantwoordelijk voor? Ja, natuurlijk. Vooral dit meisje dat erg in de problemen zat en die schrijft zo'n brief. En dan zet ze dus onder dat er iets ergs zou gebeuren. Dan voel je wel verplicht om iets terug te schrijven. Ze verwachten dat jij iets op gaat lossen wat ontzettend moeilijk is op te lossen. Wie vind je het leukste van de vijf? Oh, weet niet. Allemaal even leuk hoor. Anders vind ik het niet aardig. Ze maken het met z'n allen leuk. En dat vind ik Hey, echt een fan van Roberto Giacchetti en de Scooters? Ja. Ik dacht dat dat vooral meisjes waren. Nee, niet alleen meisjes. Ik vind het een zeer goede groep. Worden jullie ook wel eens geschreven door jongens eigenlijk? Ja, ik twee keer of zo. En die dan ook verliefd op je? Ja, eentje wel toevallig. Ja, dat was wel grappig. Gewoon niet. Maar verder vooral meisjes? Ja, heel veel. Ja, bijna alles dus. Waarom denk je dat vooral meisjes dan zulke intieme dingen aan jullie schrijven? Ook dingen vragen? Ze kennen jullie eigenlijk helemaal niet. Nee, maar ik denk dat meisjes dat eerder doen dan jongens. Dat denk ik zo wel eens. Ik zou het ook nooit doen. Ik zou ook nooit intieme dingen gaan vragen aan bijvoorbeeld de Bellstars of zoiets. Dat weerhoudt mij ervan, maar ik denk dat meisjes dat eerder doen. Misschien is dat wel oordeel wat maar nergens op slaat, maar ja, ik denk dat het vanuit mezelf. Ben jij echt een fan? Nee. Wat doe je hier dan? Om de sfeer. Maar ik vind het wel leuk hoor, maar geen echte fan. Jeroen, allemaal! Ik wilde gewoon eens kijken wat er nou eigenlijk zo aantrekkelijk aan je is. En ik weet het nu ook. Zijn die krullen van je eigen, van jezelf, of heb je het laten permanenten? Hier ben ik weer. Je weet wel, van het dienblaadje. Ongetwijfeld vind ik jou altijd erg tof gekleed. Vandaar dat dit mij aanspreekt, omdat ik studeer op de mode kledingvakschool of zo. Nou ja, het is niet vanaf te zien. Ik heb een briefje van je ontvangen. Ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. En met mijn neus gaat het alweer. Jullie spelen nu in Je Ziet Maar Preaching. Kun je er nog in het kort iets over vertellen? Nou, wij vinden het met z'n allen een heel mooi nummer. Het gaat over iemand die is overleden en waarvan de vader en de moeder het maar steeds niet kunnen geloven. Can't you be down there? Oh, and I just can't believe a thing they say is true. I gotta
nice to hear your laughter when you smashed that door that night. Mama's preaching, she hopes you'll soon return. She says you must be somewhere. I can't believe that it's true. Jij fan bent van Roberto Giacchetti en de Scooters. En de meest originele inzendingen worden beloond. Stuur je briefkaart naar Je Ziet Maar, postbus 175-1200 AD in Hilversum. We zijn erdoor. Over...